Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Vida Academy. Yes. Gunther, leuk dat je er weer bent. Thanks, Peter. Vandaag, we zitten een beetje in de verkoophoek. Ja, juist, zo zou je het kunnen. Nou, is logisch. De meeste klanten van ons verkopen, hè, zitten ook in de verkoop. Dus, ja, klopt. Dus dan, en daar maken we deze filmpjes toch voor. Ja. We gaan het vandaag hebben over de Google Merchant Center, als ik het goed uitspreek. Ja, correct. Het verkoopcentrum van Google. Ja, zo inderdaad. Is het. Ja. Kun jij uitleggen wat Google Merchant Center is? Ik kan dat. Ja. Weet je dat ook? Nou, vertel het eens. Ja, Google Merchant Center is eigenlijk, als je een zoekopdracht uitvoert in Google, dan zie je heel vaak bovenin, als je zoekt naar schoenen bijvoorbeeld, zie je heel vaak gewoon van die tegeltjes komen net onder je zoekveld. Ja. Waar dan bijvoorbeeld schoenen in staan en dan kun je naar links en naar rechts scrollen daarin. En wat daar staat, dat komt eigenlijk, dat is eigenlijk het Google Merchant Center. Oh, okay. Er zijn ook nog andere plekken waar het komt. Af en toe komt het ook eens rechts te staan of zo. Of ze hebben ook nog wel andere locaties. Maar meestal staat het gewoon bovenin onder de zoekveld. Oh, okay. Eigenlijk. En is bijvoorbeeld, want onder dat zoekscherm zie je ook wel weer shopping staan. Ja, ja. Als je daarop klikt, dan is dat eigenlijk hetzelfde. Klopt, ja. Ja, ja. Alleen je ziet eigenlijk dan de hele paar. Dan alles eigenlijk. Dus, want wat daar staat, dat selecteert hij zelf volgens wat geboden wordt om daar te staan. Volgens wat mensen uitgeven om daar te adverteren. Oké, dus degene die vooraan staat, dat eerste, die eerste drie, die eerste, dat is waarschijnlijk ook dan degene die het meest betaalt. Klopt, ja. Oh, oké. Okay. Die het meest betaalt of waarvan, of de enige die nog budget heeft op dat moment. Dat kan ook. Oké, okay, maar het is niet zo dat bijvoorbeeld als jij je op die afbeelding en dergelijke en de tekst die daar staat optimaliseert, dat je dan ook vooraan staat? Nee. Dat heeft echt te maken met wat je betaalt per klik bijvoorbeeld. Heeft te maken wat je betaalt per klik. Natuurlijk heeft het ook wel te maken met wat jij, met de relevantie. Ja, ja, je gaat ook niet een reis tonen wanneer je op zoek gaat naar een paar schoenen bijvoorbeeld. Nee, nee, uiteraard. Dat is het. Is het. Maar waarom zou jij het als bedrijf daarop inzetten? Waarom zou je daar willen staan? Ik zou daar heel graag staan. En dat heb ik ook al voor een aantal mensen wel gedaan eigenlijk. Heb ik ook al gezorgd dat ze daar komen te staan. En dat wil je dus eigenlijk heel graag, omdat je met vrij weinig... Er zijn veel mensen die het nog niet doen. Zeker niet in Vlaanderen en Nederland. Is het nog iets waar je met op zich vrij weinig budget toch wel makkelijk bovenaan op de eerste plaats komt. En de luxe is dat het niet aanzien wordt als een advertentie. Nee. Het is eigenlijk een soort van, het lijkt, en dat is ook juist heel sterk eraan, het lijkt een beetje als een soort van, in Nederland hebben ze wel beslist.nl zeker, zo'n website waar je dan alles ziet waar het goedkoopste is. Dat lijkt daar een beetje op. Ja. Het geeft een beetje. Ziekers heeft dat ook. Ja. Dus het lijkt alsof je op een vergelijkingspagina zit. Ja, ja, dat klopt. Is het eigenlijk. Ja. Want je ziet datzelfde heel vaak als je heel erg to the point gaat zoeken. Bijvoorbeeld stel je voor, je wil een nieuwe smartphone kopen bijvoorbeeld. En je zoekt op Samsung Galaxy 10 Note of whatever. Ik weet niet wat, hè, bijvoorbeeld. En je zoekt daarop. Dan ga je hem natuurlijk 10 of 20 keer naast elkaar krijgen. En dan zie je ook de aanbieder erbij, bijvoorbeeld bol.com en Coolblue en noem maar op. En je ziet ook gelijk de prijs erbij staan. De sterretjes meestal. De sterretjes. En je ziet ook heel vaak of er voorraad is, ja of nee. Ja. En dat maakt het, of als het in aanbieding is, zie je ook. Ja. Dan zet hij daar, ik weet niet hoe hij het juist aanduidt, met een streepje erdoor en dan een ander bedrag of zo. Maar het valt op dat er op dat moment een aanbieding is bij die partij. Ja. Dus het leuke daaraan is dat het niet aanzien wordt als een advertentie. Mensen zijn heel erg op zoek naar dat product en die willen dat ook heel erg graag afnemen. Ja. Komen we natuurlijk wel op zich, want terwijl ik dat hier dus zeg, bedenk ik mezelf ook van het. Bedenk ik mij niet, maar het is ook zo. Het werkt natuurlijk heel goed voor de retail. Ja. Het werkt natuurlijk minder goed voor diensten. Omdat een dienst is nooit dezelfde. Een dienst, je probeert altijd onderscheidend te zijn in de dienst die jij biedt. Het is niet een product als je deze mics koopt, als je die nu in Nederland koopt, of je koopt die in Amerika, of in weet ik veel waar. Dat zijn dezelfde mics. Ja. Dat zijn dezelfde toestellen.
Ja, ja, met dezelfde specs. Inderdaad. Terwijl een dienst kan heel erg wisselen. Hè, ja. Web hosting, dat is ook al, kan ook wel heel erg verschillen. Ja, iedereen probeert er zijn eigen ding aan te geven. De ene vertrekt vanuit technisch oogpunt, de andere eerder vanuit gebruiksgemak, de andere, noem het maar op. Ja, dus je zegt het is meer voor de retail dan voor de diensten sector. Hoe kom je nou daartussen te staan? Doe je een belletje, bel je met Google en zeg je van, hey, ik zou graag daar komen staan? Of, dat kan ook, denk ik, maar... Gaat het anders? Het gaat anders. Ik denk dat het anders gaat. Inderdaad. Eigenlijk, je kunt het op verschillende manieren doen. Maar wat je nodig hebt is, eigenlijk heb je al een webshop nodig. Ja. Dat is het uitgangspunt. Waarom? In wezen zou het niet nodig zijn. Maar als je van daaruit vertrekt, je koopt nooit in het merchant center zelf. Nee. Het is en het blijft een advertentie. Het is een advertentiesoort van Google Ads. Ja. Als je meedoet aan... je hebt een heel aparte interface van Google Merchant Center. Maar eigenlijk plaats je een advertentie en betaal je via Google Ads eigenlijk je advertenties. Waarom heb je dus een webshop nodig? Omdat iemand, als hij op dat product klikt, moet hij op een productpagina komen waar je het liefst van allemaal nog een stok hebt. Ik bedoel, of waar je aanduidt of wel of niet op voorraad is. Wat de prijs is. Waar je het aantal kan aanduiden en waar je een bestelling kunt plaatsen en kunt afronden en noem maar op. Ja. Dus want iemand is dat op dat moment hot. Iemand is een hot prospect. Iemand wil een aankoop doen. Ja. Dus rond die aankoop dan ook af op dat moment. En probeer het niet via een formuliertje en stuur een mail. En nee, maar dat gaat niet werken. Dus je hebt die website en dat moet, dat is logisch. Maar dat lijkt me ook logisch, want anders kun je niet kopen. Ja. Maar hoe kom je daar dan op? Dus kun je gewoon aangeven van Google, volg deze, zet die pagina erop? Nee. Of werkt het anders? Het werkt anders. Het werkt wel met een aantal... Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van WordPress en WooCommerce... bestaan er wel een aantal plugins... Ja. Die ervoor zorgen dat jouw website... dat die webshop van WooCommerce... een XML-file genereert... Ja. Die je dan kunt importeren... of waar je aan Google Merchant Center kunt zeggen van... kijk, daar staat mijn XML. Dat zijn mijn producten. Ja. En wat staat daar dan in... Dat staat erin, de productnaam, maar er staat ook de kleine omschrijving staat erin. Er staat ook of er wel of niet voorraad is. Wat eventueel de special prices of de kortingsprijs is. Een foto staat daarin, want die heb je ook nodig, anders wordt die niet getoond. Er zijn een aantal velden die standaard aanwezig moeten zijn. En er zijn ook een aantal velden die gewoon bijkomstig zijn. Maar die worden automatisch gegenereerd als je WordPress hebt met die plugin? Ja, dat is één. Dat is één. Ik heb wel uit ervaring, dat gaat niet altijd goed. Okay. Ik heb er toen voor gekozen om te werken met een Google Spreadsheet. Dus gewoon een Google Excel eigenlijk. Dus Excel van Google. Ja. Om daar zelf handmatig, maar het ging toen over... De klant, die persoon, die koos ervoor om bijvoorbeeld met een beperkt aanbod te adverteren op Google Merchant Center. Yeah. En dat ging dus over een product of 50. En dat kun je dan wel zelf handmatig er wel gaan inplaatsen. Dan kies je daar wel precies wat er komt te staan en kies je ook precies wat daar... Je hebt het iets meer in control. Yeah. En dan heb je ook gewoon een Excel-lijst. En die Excel-lijst pas je dan gewoon online aan. Je stel maar iets. Vandaag kost iets bij jou €100 en morgen kost het €80. En het is geen... het is geen korting. Het is gewoon... Dat product kost nu gewoon... €80, kun je dat daar gewoon aanpassen en wordt het gelijk meegenomen in die advertenties. En die spreadsheet, zeg maar, die kun je elke keer opnieuw aanpassen? Die pas je gewoon aan. Ja, je moet die niet opnieuw genereren. Dus die staat gewoon in jouw Google-omgeving. Ja. Dus de ene dag maak je daar €80 van, de volgende dag maak je daar €90 van. Als je dat wil, ja. Je kan eventueel een nieuwe foto erin zetten, neem ik aan dan? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Je zet je wil natuurlijk wel een foto... Je zet een link naar waar die foto staat, ja inderdaad. Precies, zo werkt dat natuurlijk. Maar dat is... Ik zeg het op zich, werkt het wel handig. Je hebt hele mooie statistieken eigenlijk, van wat, welk product, hoe vaak getoond wordt, welk product er veel geklikt wordt. Dus je betaalt alweer per klik. Ja. Je betaalt niet per view. Nee. Dus je product kan wel 100.000 keer getoond zijn, maar wordt het misschien nooit geklikt. Nee. Moet je jezelf de vraag stellen. Maar dat is ook wel... Je moet jezelf de vraag stellen van wat schort daar? Ja. Is mijn omschrijving niet goed? Is de prijs niet oké? Zijn mijn foto's niet goed? Ja.
Want ja, mensen gaan toch in eerste instantie gaan kiezen op foto. Of die zien de foto, die staat bovenaan telkens. Met daaronder de naam en de omschrijving. Nou ja, je staat tussen verschillende concurrenten. Ja, dus prijs, dus, prijs ja, is belangrijk. Dat is het eerste wat je doet. Ik zit ook wel eens daar naar te kijken als ik op zoek ben naar iets. En ja. dan zie je altijd natuurlijk prijs. Ja. En dat is het eerste wat je doet. En dan zoek je, kijk je wie welke prijs... Welke aanbieder het is bijvoorbeeld. Welke aanbieder het is. Ja. En als dat overeenkomt en je denkt van, oh, die vertrouw ik wel, dan klik je erop ja. en dan rijd door, zeg maar. Zo is het natuurlijk. Ja. En dan komen we op zich, en dat is misschien wel een mooie, kom je ook terug op onze eerdere podcast over vertrouwen. Van hoe kun je ervoor zorgen dat mensen je website gaan vertrouwen door op een aantal dingen te gaan investeren. Ja. En dat is dus wel belangrijk, want daar ga je ze verleiden om te klikken. Je kunt ze wel verleiden met een prijs, ja. maar gaat iemand daarom heel specifiek bij jou kopen, dat hangt er nog een beetje vanaf. Ja, sorry dat het duidelijk is dat je een veilige, beveiligde verbinding hebt. Dus dat het een veilige website ja, is, bedoel ik. Ja. Maar goed, daar hoeft het niet. Eigenlijk nee, daar hoeft het niet over te hebben, maar je moet gewoon die podcast eens luisteren. Als je zegt ja. van, kijk, ik wil er echt op investeren, ik wil ja. op Google Merchant Center, zorg er dan ook voor dat het cirkeltje rond is. Ja. Dat je goed hebt nagedacht over wat moet er nu eigenlijk op mijn website staan, hoe ga ik die de levering laten gebeuren, bijvoorbeeld, precies, van die dingen. Dat is allemaal heel belangrijk, Maar inderdaad, Google Merchant Center vind ik is een hele mooie manier om met een vrij laag budget toch in de picture te komen. Ja, want dat is, dat is wel van belang. Het is echt wel een betaalbare manier ja. van adverteren. Hè? Klopt, ja. Ja, dat is waar. Ja. Zeker omdat je kiest... Ik zou er niet voor kiezen om met heel mijn webshop erop te gaan. Ik zou, als je dat voor de eerste keer doet, maak het behapbaar. Kies een product of 50 en ga daarmee adverteren. Ja. En zorg er dan ook voor dat het producten zijn die gewild zijn. Ga niet zo'n product kiezen waarvan je denkt, van, ik heb hier nog heel veel stok van dat ene truitje bijvoorbeeld, of van dat paar schoenen. Ik ga dat er maar opzetten, want niemand koopt het. Ja. Ja, niemand zal het ook online gaan kopen. Dan waarschijnlijk niet, nee. Dus hoogstwaarschijnlijk, tenzij jij iets heel erg exclusiefs hebt, waar je omgeving bijvoorbeeld niet op zit te wachten. Ja. Ik kan me best voorstellen dat je iets heel Amerikaans hebt bijvoorbeeld gekocht in stok. Bijvoorbeeld een paar schoenen die in België te opzichtig zijn, waar geen enkele Belg meer rondloopt. Ja. Maar als je die dan online gaat zetten aan een bepaalde heel erg interessante prijs, dat plots de bestellingen uit Amerika binnenstromen. Ja, ja, kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren, ja. Maar dat is aan jou om daar even mee te testen en om daar... Marketing is altijd een beetje met de natte vinger. Marketing moet je altijd voelen, kijken. Precies, wat je ook kunt doen is als dat toch overblijft, als je toch weet, ik raak het niet kwijt, doe het dan gewoon voor een bodemprijs in combinatie met een wat duurder product verkopen gewoon. Ja, kan ook. Dat is ook altijd wel een goede tip. Ja. Je kunt ook vertrouwen winnen door bepaalde zaken gewoon die je niet kwijtraakt, om die dan gewoon echt te grabbel te gooien voor weinig geld. Ja. Zodanig dat mensen weten van, daar valt af en toe iets te rapen en die ga ik maar bookmarken, die website. En daar ga ik regelmatig eens naar terug gaan. Ja. Want, dat is ook zo. Maar ik wil nog even terugkomen op dat bedrag. Hè? Want is het een beetje vast te stellen wat je ongeveer kwijt bent per klik, of is dat heel sterk wisselend van product? Het is sterk wisselend, afhankelijk van de concurrentie. Hè? Net zoals jouw Google advertenties dat zijn. Bepaalde zoekwoorden ga je heel veel geld betalen, andere zoekwoorden ga je peanuts betalen. Ja. Maar daar, ik moet zeggen, het valt wel bij, omdat de concurrentie minder groot is. Ja. Het valt op zich best mee. Okay. Dus kies er iets uit waarvan je denkt van, dat zou online het wel goed kunnen doen. En probeer daar met je andere producten, met je website van mee te profiteren. Ja. Probeer ze daar dan te verleiden om misschien ook nog een paar mooie sokken erbij te doen bij die schoenen bijvoorbeeld. Sowieso is het altijd goed om je kopers, potentiële kopers online te verleiden met iets extra's. Ja. Wat voor jou eigenlijk, het lijkt dat ze heel veel krijgen, maar... Ja. En het voordeel is, het kost niets als niemand erop klikt. Nee. Ja, dat is iets. Wat kost zoiets? Ja, ik bedoel de kostprijs. In de krant staan, bijvoorbeeld, of in een dagblad staan, of om het even waar, dan kost het al geld om daar gewoon te staan. Ja, hier kost het geen geld om er te staan. Het kost gewoon geld als iemand geïnteresseerd is. Ja, wat logisch is eigenlijk. Wat heel erg logisch is. Maar wat ook de kracht is van online marketing. Het is één meetbaar.
als je in een krant adverteert, kun je nooit zien wie daarnaar heeft gekeken. Je kunt nooit weten van, hey, waren dat mensen uit, weet ik veel, welke streek? Of, Nee. We hebben ooit een keertje, geloof ik, 13.000 flyers in een magazine gestopt. Ja. Los. Ja. Erbij. 5 responses of zo. Ja, klopt. In een vakblad dan nog. In een vakblad. Waar je dan nog heel goed weet wie dat leest eigenlijk. Ja. Ah, bedoel, ja, je gaat er toch vanuit dat er zoveel abonnees zijn. Het waren maar 3 reacties trouwens. Ja, het waren maar 3 reacties. Ja. Maar dat is gek, want op dat moment, dan heb je ook zoiets. Toen hebben wij ook gezegd van, hey, cut the crap. We gaan hier gewoon mee stoppen met die handel, want daar bereik je niks mee. Nee, precies. Soms is je doelgroep ook daar niet. Ik kan me voorstellen dat voor andere producten, dat een magazine of een krant juist wel heel erg toereikend is, hoor. Ik bedoel, ja. Dat moet ook. Die kranten moeten ook gewoon bestaan. En vooral kranten moeten blijven bestaan. Ik kom uit die business. Ik vind het echt alleen maar goed dat er nog steeds nu, goed geadverteerd wordt in die... Maar nu even gewoon een vraag. Heb je het dan over de online krant of de offline krant? Of maakt dat voor jou niet uit? Nou, offline krant. Maar offline, gewoon een krant, dus een papieren krant. Een krant in zijn algemeenheid. Een krant is online en offline natuurlijk. Dat is natuurlijk wel samen. Maar ja, maar het zou kunnen dat jij nog nostalgisch bent. Dat je zegt van, ik wil heel graag dat ding openslaan. En ik wil heel graag lezen. Een krant blijft natuurlijk lekker ruiken als je toen als het een half uur onder de oksel heeft gezeten. In die tijd dat je zelf nog kranten bezorgde, was het natuurlijk heel erg leuk. Lekker om aan de krant te ruiken. Ja, maar dat is nog steeds, toch? Ja. Ja, maar toch, precies. En dat doet dan weer gelijk weer terugdenken aan het mannetje van 13... wat dan rondliep in de wintermaanden, sneeuw op de weg. Maar goed, daar gaat het niet over. Google Merchant Center, sorry. Ik vind het wel leuk, zo'n sidewalk in de sneeuw. Dus vooral doen. Probeer het eens. Ga er gewoon eens mee aan de slag. Want de drukke periode, kerst, Sinterklaas, is natuurlijk nu al achter ons. Ja, Probeer het eens gewoon. Zo is het toch? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, ik vind het ook. Je niet twijfelen. Soms is het een beetje... je denkt van, er is veel gedoe. Maar probeer het dan. Er zijn Google Merchant Center stelt echt wel templates beschikbaar. In Excel dan. Ja. Want dat is dan ook de makkelijkste manier. Als je niet goed weet van in mijn website, hoe moet ik dat precies gaan doen? En investeer dan gewoon in zo'n Google Sheet. Vul dat in netjes. En ga gewoon aan de gang. En probeer het eens met 10 producten. En gewoon Google op Google Merchant Center en dan kun je jezelf aanmelden, neem ik aan. Hè? Ja, klopt. Ja. Okay. Ja, dat moeten we er ook even bij zeggen. Anders denk je, wat dan ook. Maar goed, ja. Google Merchant Center en we zullen de link even plaatsen. Sowieso in de geschreven tekst van onze podcast die te vinden is op Vivida.academy. Ja, en we zetten het ook wel onder ons YouTube-filmpje. En daar zetten we het ook wel bij, inderdaad. Oké, okay. Nou, dat was het weer. Gunther, bedankt. Jullie ook weer bedankt voor het kijken of luisteren. Vind je het nou hartstikke tof wat we doen? Geef ons dan een duimpje en word abonnee. Ja, dan krijg je automatisch een tikkie van... ze zijn er weer met z'n tweeën. Ja. Of abonneer je op onze podcast op Spotify of op iTunes, in de iTunes. Ja, en ook op YouTube. Op ons kanaal. Ja. Heel graag. Jullie zijn allemaal welkom. Ja, en mocht je nog een vraag hebben... of iets suggestie hebben voor een podcast... mail ons gerust eventjes naar podcast@vivida.academy. Yes. Dat is hem? Dat is hem, Peter. Tot een volgende keer. Tot de volgende. Bye-bye. Hoi.